Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, we werden deze week geconfronteerd met schokkende beelden uit Kasai, de streek van Kananga in Congo, waar Congolese militairen in koele bloeden ongewapende burgers vermoorden. En dit is het zoveelste incident op rij in Congo. Kabila zoekt voortdurend uitstel van verkiezingen. Kabila smoort elk verzet in bloed. Kabila organiseert eigenlijk eerder het geweld dan wel de verkiezingen in Congo. En we moeten ons de vraag stellen of misdaden in uniform in Congo wel onbestraft kunnen blijven. Meneer de minister, de kruik gaat maar zo lang te water tot ze barst. En ik heb daarom volgende vragen voor u. Frankrijk en de Verenigde Staten hebben opgeroepen tot een internationaal onderzoek naar wat daar gebeurd is. En aanvankelijk heeft Congo, de Congolese regering, het hele incident weggewuifd als fake. Het heeft niet plaatsgevonden. Vandaag lezen we in de New York Times dat ze helemaal abrupt hun koers wijzigen. Ja, ze gaan toch meewerken aan een onderzoek. Daarom, meneer de minister, wil u ook dit onderzoek mee onderschrijven en mee oproepen, zodat de grond van de zaak kan worden blootgelegd. Ten tweede, in het regeerakkoord staat, en ik citeer het even letterlijk, dat wij kritisch zullen evalueren of de samenwerking met Congo op een 3D-benadering moet behouden blijven worden. Dus ook op militair vlak. Ik denk dat na wat gebeurd is, we inderdaad ook daar kritisch vragen moeten stellen en onze bedenking moeten maken, meneer de minister, gaan we wel of niet op het terrein blijven? Want het ene als het andere heeft natuurlijk wel voordelen en nadelen. Maar die bedenking, die overweging, zou ik graag van u vernemen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer de minister. Het is inderdaad vreemd dat de Congolese regering helemaal gedraaid is en opeens toch mee stapt in dat onderzoek. Dat doet zeker vragen rijzen. Ik ben ook blij dat u bevestigt dat de Belgische Defensie en de opleiding van de soldaten die daar betrokken zouden zijn bij het incident, dat die daar niets mee te maken hebben. Ik vind het ook heel goed, meneer de minister, dat u niet alleen in Congo uw stem laat horen via de ambassade, maar dat u ook op Europees niveau die Belgische stem gebruikt. Want we hebben in omvang misschien niet veel te betekenen, maar symbolisch als stem worden wij wel gehoord. En daarom vind ik dat zeer terecht dat u dat doet. We moeten ons wel de vraag blijven stellen op langere termijn, net zoals in Burundi, waar wij de politie hebben opgeleid en op zeker moment gezegd hebben, we doen dit niet meer. Ook die vraag moeten we ons stellen in Congo. Gaan we op langere termijn wel of niet op het terrein aanwezig blijven? Maar ik kijk uit naar uw volgende stappen. Dank u wel. Dank u, meneer de Lutz.